Welkom allemaal, fijn dat jullie kijken. We gaan eens even kijken wat vanochtend de energie is. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat en dat jullie gezond en wel mogen zijn. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op mijn kanaal middels de nieuwe abonnees, maar ook de vele privéverzoeken en de verzoeken om informatie rondom privé-readingen. Ontzettend bedankt daarvoor. Ook wil ik jullie ontzettend bedanken voor de lieve, warme berichten die jullie altijd achterlaten. Heel fijn, heel lief. Zonder jullie kan ik dit niet. We gaan vandaag kijken wat het orakel van de verandering zegt. Ik kreeg door dat we die moesten gaan gebruiken. Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Wat mogen wij weten vandaag voor het collectief? Nou, de kaarten vliegen er wel uit, dus ze willen spreken. Eens even kijken. Als eerste hebben wij de zeemeermin. In de donkere diepte ontdek oplossingen op onbekende plaatsen in de duisternis. Nummer 7. Spiritueel getal 7. Zo. Dan hebben we hier nummer 4. Amfitrien. Zegen van de zeekoningen, nummer 4, gaat over balans, evenwicht. Dan heb ik hier de albino kaiman, magische bescherming is nodig, nummer 33. En we hebben de vlinderfretjes, ik voel me als herboren. Dus voor de mensen die van de numerologie houden, net als ik, je kan dus zoeken op spirituele betekenis van nummer 7, 4, 6, 5. Als je dat achter elkaar intypt, dan krijg je nog een extra boodschap op de boodschap van vanochtend. Eens even kijken hoor. Je gaat, omdat je gegroeid bent, heel veel dingen hebt geleerd, ga je steeds meer doorzien. Je gaat middels je innerlijke stem ga je steeds meer oplossingen zien. Steeds meer door de illusie de waarheid zien. Je gaat ook zien wie wel je vrienden zijn en wie niet. Dus welke mensen je uit je leven moet bannen. Welke mensen het goed met je voor hebben en welke slecht. Wat zijn je werkelijke vrienden en welke niet. Die illusies, die ga jij steeds duidelijker zien. Het kan zijn dat je nog versteld staat van mensen waarvan je dacht dat het vrienden van je waren. Dat die toch niet helemaal legitiem zijn. Daar word jij in ondersteund door het goddelijke, vandaar nummer 7. Dit is misschien niet zo fijn om te ontdekken, maar uiteindelijk is dat wel, zodat jij je evenwicht kan bewaren, zodat jij je balans kunt bewaren, zodat jij dus jouw energie kunt behouden, zodat je niet meer pijn kan worden gedaan door deze mensen. Dus het is eigenlijk voor je eigen bestwil. Dan die albino, dat krijg ik bij liefde. Ja, magische bescherming is nodig. Jij krijgt de bescherming die jij moet krijgen. Op momenten dat je doorziet dat bepaalde rotte appels nog tussen jou of in jouw vriendenkring zitten. Kan ook familieleden zijn. Kan collega's zijn op het werk. Kan zelfs ook iemand zijn, een ex of een, als je daar nog mee in contact staat. Of een, ja, iemand die je op het oog hebt of misschien zelfs wel iemand met wie je in een relatie zit. Dus soms kan dat pijnlijk zijn om daar mensen uit die kringen af te stoten. Maar weet,
dat je beschermd wordt, dus je hoeft dat niet alleen te doen. En als je dus die grote opruiming hebt gedaan, dan ga je dus als herborgen voelen. Het is een verandering die nodig is, zegt Spirit, voor je eigen bestwil. En je zal merken dat je dan energieker voelt, helemaal terug in je element. Je kan dan ook je ware zelf tonen, want niemand neemt dan nog een loopje met je. Ik ga even klaar de kaarten op deze vier kaarten vragen. Dit is de Divine Energy Oracle. Deze? Nee. Oké. Ik wil graag een verklarende kaart op kaart 16, alstublieft. Ah, face your shadows, hè? Dus wat ik al zei, je gaat door die illusie ga je heen kijken. En dan zie je dus, dan word je dus geconfronteerd met dingen die in de schaduw zitten. Dus er worden dingen opgelicht die je nog niet zag. Wat ik zeg, je gaat de ware aard zien van vrienden, familieleden, collega's. Misschien mensen met wie je een relatie hebt. En je gaat dat ontdekken. De schaduw wordt weggenomen. En het wordt voor jou belicht wie er wel en wie er niet bij je horen. Ook daarmee worden meteen jouw angsten op de proef gesteld, krijg ik door. Ik kan me zo voorstellen, als jij mensen uit je leven moet gaan bannen waarmee je al jarenlang een vertrouwde connectie mee hebt, of een vriendschap, zoals langdurige vrienden, familieleden, misschien een partner waar je al wat langer mee bent. Ja, dan triggert dat natuurlijk ook wat bij jou. Misschien angsten, misschien gevoel van boosheid, verraad. Omdat je ontdekt dat ze toch niet die personen waren als dat ze voordeden. En dat zal bij jou natuurlijk ook het een en ander doen. En het kan best goed zijn dat je dan nog een aantal elementen van je schaduwzijde mag gaan aankijken. Dat getriggerd wordt, zoals ik al zei. Mag ik een kaartje op kaartje 40? Dus dat is de balanskaart. Terug in evenwicht, dat je je energie mag behouden. Ik heb ook hier water. Het kan goed zijn dat water ook goed voor je doet. Ik krijg twee kaartjes daarbij. Nee, drie zelfs. Ja, die balans, die is nodig. Dus voor het feit dat je dus geen rol meer hoeft te spelen, maar dat je dus echt jouw innerlijke stem, jouw ziel, jouw ware ziel kan tonen. Als jij dus die opruiming hebt gedaan, kan jij, en daardoor omdat je dus jezelf kunt zijn en geen rol hoeft te spelen, omdat de mensen waar je dus mee omringd bent, omdat die dus oprecht zijn, eerlijk zijn, te vertrouwen zijn, kost dat heel veel. Ja, behoud je als het ware jouw energie, omdat je geen rolspel meer hoeft te spelen. Je kan gewoon open, eerlijk, gerust jezelf zijn. Je ziel laten zien. Laat dus alle dingen gaan, hè? Let go and enjoy. Dus laat de pijnen van de mensen die je hebt los moeten laten, laat dat gaan. En geniet ervan. Geniet van het feit dat je nu omringd bent met de juiste personen. En neem ook de leiding. En bij deze kaart krijg ik door. Lieve schat, niet doen. Er zit er eentje hier met mijn tarotkaart op de grond te douwen. Niet doen, schat. Nee. Ik ga zo dit tarotdek gebruiken. Sorry.
Take the lead. Dus dat je ook de leiding gaat nemen over je eigen leven, je eigen verantwoordelijkheid. Je weet wie je wel nog toe wil laten, wie niet, wie goed voor je zijn en wie niet. Dus je komt steeds sterker in balans ook op die twee benen te staan. Zelfstandigheid. En voor jezelf ook durven opkomen. Dan wil ik nog graag een kaartje op die kaart 33. Nee, lieve schat. Nee, kom. Kom eens. Kom eens. Ja. Nou, meisje toch. Even eraf. Zo. Kaartje 33. Alsjeblieft verklaren. Ja, als je dus de boel hebt opgeschoond en je bent dus steeds meer terug in je element, in je kracht aan het komen. Hè, met je ups en downs, want je wordt beschermd. Dan zeggen ze ook, heb dan ook het vertrouwen in ons, in de engelen. Dat we jou ook die bescherming bieden. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je niet op je eigen benen kunt staan. Daar zorgen zij voor. Staat niet voor niks. Magische bescherming. Nou, dus heb daar ook vertrouwen in. Dat je vanuit het goddelijke geholpen wordt in dit traject. Dan wil ik nog een kaartje op. Ik voel me als herborgen. Ja, shine your light. Je kan dus echt dan jezelf, je ware gezicht laten zien. Je kan gaan stralen omdat je je element bent. Je kan echt jezelf zijn. En dat geeft natuurlijk die energie. Schoon schip maken is moeilijk, maar nadien dan voel je je ontzettend happy met de mensen om je heen. Vertrouwd. En ja, je voelt je herboren. Hè? Je ziet het ook aan die mooie vlinders hier. Je hebt de boel getransformeerd. Je bent weer gegroeid. Je hebt de boel aangepakt. En dat gaat jou die energie waar ik het net over had. Dat gaat jou die energie brengen. En vandaar dat jij ook lekker jouw licht kan schijnen. Die wordt niet meer gedempt door gekibbel, narigheid, door afgunst. Door al die maskers. Je kan gewoon lekker jezelf zijn. Een heel mooi bericht. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mocht je nou zeggen van nou, ik wil graag eens een keer een privé reading, dan kan dat. Doe maar dan eventjes een berichtje sturen naar het mailadres hieronder. En dan krijg je meestal dezelfde dag, soms hetzelfde uur nog, krijg je van mij al antwoord terug. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.